Hey Kitty, hallo! Dankjewel. Ik zal nog even de deur achter me dicht doen. Moeten mijn schoenen ook uit? Nee, nog niet. Oké. Nou, vandaag 50 vragen met Kitty. Ben je er een beetje klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Beginnen we gelijk? Ja, ik heb nog wel eerst even dit voor je meegenomen. Heerlijk. Nou, geniet ervan voor de laatste loodjes. Dankjewel. Dan zal ik maar gelijk starten met mijn eerste vraag. Waar ben je allemaal mee bezig deze dagen? Oh, heel druk. Het gewone werk natuurlijk. Corona. En natuurlijk de campagne. Ah. En als je mocht kiezen, Kitty, koffie of thee? Koffie. Zomer of winter? Oh, zomer. Zoet of zout? Allebei. Hardlopen of fitness? Hardlopen. Instagram of Facebook? Ik hoor Instagram te zeggen, maar ik zit verder op Facebook. OV of auto? Auto. Bier of wijn? Wijn. Koken of bakken? Allebei niet, vrees ik. Oh, fysiek of online? Fysiek. Oké. Hoe heeft corona jouw leven beïnvloed? Ik heb het vooral heel druk gekregen. Ik ben portefeuillehouder, arbeidsomstandigheden. En samen met de collega's doen we ook de noodmaatregelen. Dus het is heel druk geworden door corona. Oké. Waar dacht je aan toen je vanochtend wakker werd? Dat ik mijn overwinningsspeech moet schrijven, terwijl ik helemaal niet weet of ik ga winnen. Nou. Het is heel bizar. Dat is een beetje als de Oscars. Snap ik. Voor de zekerheid een speech, ja. Als je een film voor de rest van je leven moest zien, welke film zou je dan kiezen? The Shawshank Redemption. Oh, die film heb ik ook gezien. Ja, het is een prachtige film. Er zit echt alles in. Hoe ben je in aanraking gekomen met de FNV? Ik ben min of meer gescout door Corrie van Brenk. Oké. En trouwens, heel wat boeken hier. Ja, hè? Ik ben wel benieuwd. Wat is je lievelingsboek? Oh, die staat daar. Jane Eyre. Jane Eyre. Hoe ziet jouw droomdag eruit? Ontbijten, heel lang, uitgebreid met kranten, een lang stuk wandelen en dan eindigen op een terrasje, hier aan de Vecht vlakbij. Dat klinkt wel heerlijk. Ja, dat is het ook. En ik hoop dat snel de terrassen open mogen. Ja, absoluut, absoluut. Waarom moeten we op Kitty kiezen? Ik ga van de FNV, ik wil van de FNV, kan ik niet eigenhandig, maar ik heb er wel ideeën over. Veel zichtbaarder maken, vernieuwen, verjongen en we moeten versterken. We hebben een pracht van een agenda en die moet de hele wereld weten. Zodat iedereen ook lid van ons wil worden. Beschrijf jezelf met een hashtag. Hashtag opgewonden standje. Waarom opgewonden standje? Oh, ik kan heel snel ontploffen. Ik ben het daarna ook wel weer snel vergeten. Maar dat mijn drift inhouden, dat heb ik nog niet helemaal onder controle. Hey, dat heb ik ook een keer meegemaakt met die actie met arbeidsmigranten. Weet je dat nog? Die vreselijke burgemeester. Ja, klopt, helemaal. Absoluut. Beste compliment dat je ooit hebt gehad? Dat mensen heel blij zijn dat ik me kandidaat heb gesteld voor het voorzitterschap. Als je mocht kiezen wie je vanavond bij kwam dineren... Voor wie zou je dan kiezen? Voor mijn hele gezin. We hebben 5 kinderen met aanhang, 4 kleinkinderen. En we hebben ze al heel erg lang niet meer samen hier gezien. Dus ik hoop dat ze snel weer met z'n allen kunnen komen eten. Wauw, wat veel foto's trouwens hier. Prachtig. Ja, hè? Zeker weten. Waar gaan we nu heen? We gaan even naar beneden. Wil je een glaasje water? Oh ja. Dat, eigenlijk, ik zit best wel goed. Ja. Glaasje water, dus... Nou, ik neem er dan even een. Wie is je role model? Mijn moeder. Oh, ben je tevreden met waar je nu bent? Wat zeg je? Ben je tevreden met waar je nu bent? Ja, helemaal. Helemaal. Het is ook heel fijn om al wat ouder te zijn. Kan ik iedereen aanraden. Oké. Hoe wil je de FNV meer zichtbaarheid geven? Nou, je moet als voorzitter volgens mij die zichtbaarheid opzoeken. En je moet af en toe ook grote uitspraken durven doen, want anders val je niet op. Ik zei het al, we hebben een pracht van een agenda en het is het waar dat die gehoord wordt. Dat klinkt veelbelovend. Ja, toch? Hoe ziet de ideale FNV er voor jou uit? Ideale FNV is een moderne organisatie die echt ook de samenleving weerspiegelt. Die ook een plan heeft en een koers vooruit voor al onze leden. Kan je ons laten zien hoe je gaat reageren als je wordt gekozen tot de voorzitter van de FNV? Ik denk zo. Ik denk dat die grijns de hele dag van mijn gezicht niet meer afgaat. Wat ga je doen als je niet wordt gekozen? Ja, ik wil graag dan een week onder een steen of zo. Maar ik heb de volgende dag alweer een actie. En daar heb ik mezelf aan beloofd. Dus ik ga gewoon weer verder. En ik stel me ook verkiesbaar voor het bestuur daarna. Nou, dus er zijn natuurlijk nog steeds plannen. Ja, absoluut. En wat ga je doen? Wat is het eerste wat je gaat doen als je wel wordt gekozen? Mijn man in de armen vallen.
Hij zit daar. Ja, ik zie het. Wat deed je voor je bij de FNV in dienst kwam? Ik was secretaris van de ondernemingsraad. Waar kan je absoluut niet tegen? Onrecht, in de breedste zin van het woord. Wat is het mooiste wat je ooit hebt meegemaakt? Het mooiste dat ik heb ooit meegemaakt? Ik denk de geboorte van de kinderen. Oké. Okay. Wat... Oh, ik... Stem Kitty Jong. Wauw, je man is echt wel een sporter. Absoluut, absoluut. Wat zou je jongeren ik adviseren met de kennis dat je nu hebt? Het komt goed, maak je niet druk. Welke FNV-campagne of welke portefeuille ga je beheren? Geen in speciaal natuurlijk. Als voorzitter ben je er voor alle leden. Dus ik support iedereen. Iedereen kan op jou rekenen dan? Absoluut. Hoe ziet de ideale Nederland er voor jou uit? Ideale Nederland is een echte rechtvaardig Nederland waar de welvaart eerlijk verdeeld wordt. De gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk is. Er goede huizen zijn gebouwd door onze leden met een vast contract. Nou ja, dat soort dingen. Wat is iets waar je heel goed in bent? Ik ben heel goed in beloftes nakomen. Wat is iets waar je heel slecht in bent? Ik kan absoluut niet zingen. Wat zou je kinderen mee willen geven? Nou, eigenlijk hetzelfde als mijn jongere ik. Maak je niet druk. Komt best wel goed. Oh, sorry, ik ging al te snel naar de volgende vraag. Gaat te snel soms, hè? Nee, ja, het gaat wel snel, maar dat maakt niet uit. Beste geurtje? Classic van Yves Saint Laurent. Of het zal klassieke dan heten in het Frans. Ik weet nooit hoe je die namen uitspreekt, moet ik eerlijk zeggen. Wanneer weet je of je verliefd bent? Ik? Het is al even geleden dat me dat met deze meneer overkwam, maar toen kon ik niet meer eten. Ik kreeg geen hap meer door de kerk. What's your guilty pleasure? Kleding kopen terwijl mijn kasten eigenlijk al overvol zitten. Ja, ik vind dat weer zo herkenbaar. Wat was je lievelingsvak op school? Geschiedenis. Mooiste herinnering aan je studententijd? Daar heb ik mijn beste vriendin leren kennen. Het beste wat je in 2020 is overkomen? Ik denk dat iedereen binnen ons gezin gezond is gebleven en werk heeft gehouden. Ook heel belangrijk. Waar mogen we je altijd voor wakker maken? Niet, deze dagen niet. Ik slaap heel weinig, heel slecht, dus doe maar niet. Wat zou je doen als je voor één dag superheld mocht zijn? Ja, dan toch iets nobels, denk ik. De armoede in Nederland bestrijden. Wauw, wat voor superkracht zou je dan moeten hebben? Heel veel geld, denk ik. In de bank beroven. Maar dan wel als je onzichtbaar bent of zo, hoop ik. Ja, precies. Ja, nee, het lijkt me voor de reputatie niet goed. Als je iets opnieuw zou mogen doen in je leven, wat zou dat dan zijn? Niks. Ik geloof niet in spijt hebben of dingen overdoen. Wauw. Het draagt allemaal bij tot wie je nu bent. Ik denk er ook zo over. Heel goed. Waar ben je het meest dankbaar voor? Nou, toch wel de kansen die me door mijn ouders gegeven zijn. Gezondheid moet je geluk mee hebben. Maar ja, ik ben in een arbeidersgezin geboren met ouders die heel gemotiveerd waren om hun kinderen de kansen te geven die ze zelf niet hebben gehad. En daar moet je geluk mee hebben. Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen? Zet nooit een handtekening onder iets wat je zelf niet doorgrondt. Of waar je de gevolgen niet van kan overzien. Dat is zo waar. Ja, absoluut. Kitty, hoe kunnen we jou blijven volgen? Via Instagram, Twitter, kittyjong1 is dat. Maar het handigst is via mijn website, kittyjong.nl. Want daar staat ook op waar ik voor sta. Er zijn heel veel foto's op, mag je allemaal downloaden en zo. Maar daar staat ook mijn manifest op. En daar heb ik uitgeschreven wat de visie voor de FNV is voor de komende jaren. Dus ja. Stem op mij. Je hebt nog een paar dagen te gaan. Fantastisch. Dankjewel, Kitty, voor dit interview. Graag gedaan.